Hoi, mijn naam is Imai Novelle en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Ik ga vandaag de strijd aan met Tishani Bestati. Hij is een kickboxer en hij gaat mij kickbox training geven. En ik ga eigenlijk een dagje met zijn lessen meelopen. Ik denk dat het echt heel erg zwaar wordt, vooral. Ik weet ook echt niet wat ik ervan moet verwachten, maar ik ga nu even laten zien wie hij nou precies is. Goedemiddag dames en heren, mijn naam is Tishani Bestati. Dit is Tishani Bestati. Hij is 19 jaar oud en hij vecht nu al voor Glory. En ik ga vandaag met hem de strijd aan. The Glory 36 in Germany. Here is Tishani Bestati. Punches. Op die VIP-deck met een bitch en een fles. Wat is patse gedrag? Je beef met je peken, je hoe op mijn lap. Ben op patse gedrag. Ik stress niet om ladies, chain om mijn nek. Ben op patse gedrag. TKO voor Tishani Bestati. Het mag ze rijden, geen rodeo. Ben ik druk, zie ik je niet, ogen Tokio. Ik rook goeie hash, ik voel het in mijn zakken. Maar ik geef het uit alsof ik rijk ben. Chain ice, ja mijn pols eng. Dat is een beautiful knee from nowhere from Tishani. Right on the tip of the chin. Now that was superb, wasn't it? Het veteraan, jij was vroeger aan net hersie. Ik krijg love van de buurt, want ik geef de buurt. Camera is uitgevallen jongens, helaas. Dus, wat doe ik nu met? Ik doe met mijn telefoon. Hoe ik me voelde bij mijn eerste wedstrijd? Ja. Het is alweer 10 jaar geleden. Was je zenuwachtig? Ja, ik was wel zenuwachtig, ja. Ik was wel zenuwachtig. 10 jaar geleden? Ja. 2007 vond ik voor het eerst. Toen was je super jong. Ja, toen was ik 10. Ja, op het moment wanneer zeg maar, die ringspeaker mijn naam opnoemt, op dat moment ga ik, ja, als ik er nu zelfs over praat, moet ik gewoon lachen. Ah, dat is schat. Maar dan ga ik gewoon helemaal los eigenlijk. Dan kan het feestje pas beginnen. Ik hoorde dus een keer een verhaal dat een kickboxer was aan het vechten. Hij was zo aan het slaan op iemand. Ja. En er zat een chick in het publiek. Zijn vriendin of zo? Niet eens. Ja. En hij zat haar aan te kijken, maar dan ben je toch zo in een trance. Je bent sowieso gefocust. Als je, tenminste, ik ben altijd gefocust. Maar als jouw moeder in het publiek zit, of je zusje of zo. Ja, ik zie ze eigenlijk pas wanneer ik gewonnen heb. Gewoon. Dus op het moment eigenlijk. Je gaat er wanneer niet aankijken. Je bent te veel in je focus. Meestal kan je een beetje inschatten van tevoren, voordat de uitslag komt, of je gewonnen hebt of niet. Snap je? Mm-hmm. Maar dat voel je zelf gewoon aan. Maar op dat moment. Ga je zoeken? Ja, ik zoek niet echt in het publiek. Meestal, ik zeg je eerlijk, tot nu toe heb ik gewoon altijd in één keer gewoon goed gekeken en zie ik gewoon mijn moeder zitten. Snap je? Dus weet niet, misschien voel je dat aan of zo. Maar kijk je moeder bij elke wedstrijd? Ja, als ik in, zeg maar, in de buurt moet, dus Nederland, Duitsland of België, dan komt ze wel. Maar als ik verder weg moet, dan. Wat je verst? Mijn verst is toch wel China. Ja, ik heb in mijn professionele carrière heb ik nu 14 gevechten, waarvan 13 gewonnen, 1 verloren dus. Maar ja, weet je, ik zeg je eerlijk, toen ik in China vocht, was het publiek vond zelfs eigenlijk dat de partij voor mij had moeten zijn. Maar ja, dat zijn dingen die kan je altijd wel verbazen, want je kan het aardig goed. Echt? Ja. Je liegt. Wil je niet van mijn camera zeggen? Nee. Ik zag het niet van met die camera aan. Maar het goed gaan, doe dan het blauwe duimpje omhoog. Kijk hoe jongens, ik zweet gewoon een beetje, hè. Ik zweet nooit, hè.
netjes. Hop, kom maar. We gaan even rustig voor hem beginnen, toch? Want hij is niet zo in shape. Hij heeft nog nooit een wedstrijd gedaan. Ik heb wel, dit is de eerste keer ooit dat ik handschoenen aan heb. Ja. En ik ga hem gewoon zo trainen dat hij ooit wordt aangekomen bij Glory. Een contract tekent. Ja. We beginnen rustig, oké? Okay? Links, rechts. Dat is het enige. Weet je waar, je moet niet hier met links zijn. Je moet deze de andere kant. Snap je dat? Ja, nee, snap. Dus niet met links. Dus niet hier, dus niet daar. Nee, maar schuim. Altijd schuim. Oké. Okay. Dit is om eerst te rusten. Oké. Okay. Je trekt direct goed terug naar je hoofd. Dus zo. Mag je iets sneller? Ja. Iets sneller? Iets sneller? Iets sneller? Doorgaan. Oké, stop. Ik merk iets. Ja? Ja. Je linker stoot ja. is meer dan je rechter. Oké. Okay. Dus probeer daar een beetje aan te werken. Ja? Okay? Niet te kort te maken, probeer hem een beetje groot te maken en je beter te slaan, oké? Okay? Dus niet te kort, want dan heb je minder zwaartekracht en minder. Ja? Ja? Oké. Okay. Dus links, dat is maar eerst rusten. Goed zo, oké. Okay. Goed zo, doe maar iets sneller. Nog een laatste combinatie gaan we nu doen. Is links, rechts, opstoot. Links. Oké. Okay. Yo. Ik trip echt. Ja. Oh. Hey. Ik heb mijn bloedneus. Ja, nee, ik ben voor Glory. Vergelijk dit voor geen kickboxkenners. Nou, ze kennen het wel maar. Ja, je moet het zo maar zien als het voetbal, de Champions League. Ja, als de Champions League gewoon van kickboxen. En voor zover ik weet kan ik er ook gewoon kickboxen. Ja. Best wel goed. Ja. Zeker. Ik ben nog beter in ophalen. Net zo. Ik heb gewoon tand door mijn lip, hè? Nee, dat nog. Ja, maar het is mijn eigen schuld. Het stinkt al meer. Kijk, zie je? We gaan nu even, we gaan even eten. Gaan we dat ook vloggen een beetje? Ja. Als je hard traint, moet je natuurlijk ook eten. Hard eten en hard trainen. Ja, man. We zitten lekker bij rij. Yay. Dank jullie wel voor het kijken van deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zo ja, doe het blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En ik zie jullie volgende week. Mwah.